Welkom allemaal in een helaas lege bibliotheek, hier in Volendam. Maar we zijn in ieder geval voor de, ja, eigenlijk een hele mooie bijeenkomst. De feestelijke ontknoping van de eerste dichter des Waterlands. Ik heb hier het juryrapport in mijn handen. En nou, we dachten dat het leuk is als ik dat juryrapport ga oplezen. En als het goed is, is de eerste dichter des Waterlands, die is hier al vannacht naar binnen gekropen. En die komt dan straks zo van deze trap naar beneden. Dus ik ga benieuwen, zal mij benieuwen wie dat is. De jury. Die hebben gezamenlijk geconcludeerd het volgende over de dichter des Waterlands. De gedichten vallen op door het fijne, toegankelijke woordgebruik. Er worden mooie beelden opgeroepen en er is telkens een interessante gelaagdheid. Hoewel de gedichten enige aandacht van de lezer vragen, zijn ze nergens cryptisch. Dit zijn gedichten die blijven hangen en uitnodigen tot herlezen. De dichter is duidelijk een kritische geest en iemand die houdt van lezen en spelen met taal. Als enige opmerking zijn we het erover eens dat de associativiteit en buiteling van beelden in de verschillende gedichten een kracht is. Maar het zou kunnen lonen ook eens langer één beeld vast te houden. Tot slot zijn we overduidelijk unaniem enthousiast en zijn we benieuwd naar wat de eerste dichter des Waterland gaat schrijven. Hij zal invulling geven aan deze eretitel van maart 2021 tot maart 2022. Dames en heren, met toch wel groot trots mag ik aankondigen de eerste dichter des Waterlands, Evert Smit. Ja, Evert. Al dat publiek. Nou, dat zijn mooie woorden van de jury. Ja, geweldig. En ja, ik ben ook trouwens heel erg benieuwd naar gedichten die je hebt ingestuurd. Ja. Zo. Maar voor we daar komen, gaan we je eerst natuurlijk even wat leuks overhandigen. Want het zijn niet alleen de woorden, hè, wel gepast bij een dichter, maar ook natuurlijk in de eerste zin uiteraard een heel mooi bloemetje. En wat heel erg leuk is, is een echte stempel van de dichter des Waterlands. Ja, en die heb je vanaf nu natuurlijk altijd in je zak zitten. Dus, want ja, handtekeningen schrijven, dat wordt straks natuurlijk gewoon geen doen. Het wordt gewoon patsboom stempel. Ja, dit, alsjeblieft. Het ligt gewicht in de schaal. Ja, ja, absoluut. Het eerste gedicht dat is gewijd aan mijn inspirator, mijn grote held. En dat is een held van velen, Bob Dylan. En dat luidt als volgt. Highway 51, dwars door Waterland. Waaierend vrieuwielen in okerjas. Langs schoorstenen van vrede staat alleen een dakloos rollende steen. Onzin, ach, in je lied te verdwalen. Praten in zinnen van jou, het lukt. Maar in hemelsnaam, waar is die poort naar jouw aarde? Besta je wel? Met je akoestische schatkaart zul je me bezweren, tot ik de laatste voetnoot van je blues hoor kraken. Grijze groef, uit de verte zit je naast me. Ik voel hem ook nou, Bob Dylan. Ik acht hem daar wel toe in staat, die grote geest. De tweede heet Rood-Wit-Blauw. En die is wat korter en dat gaat als volgt. Moed verschijnt in lagen, van lucht en vochtige aarde. Zonder kleur geen diepte, van waar wij liggen, zonder te verlagen. Waterdragend tot het eind, doordrenkt van hand in hand. In elkaars diepte het hoogste, dapper werend lagenland. En dan hebben we het derde gedicht. Achter het vierde gedicht. Ja, deze is dus nog met natte inkt op het blad. En heet Onder de golven. En dat gaat als volgt. Dichten, weemoed in staal verpakte hagel, van woorden, tentakels, verzonken in een eenzame kou. Magneten aan gene zijde omlijsten mijn naakte wanhoop. Aardkorsten niet te dichten, vragen om te blijven staan. Een zonderlinge vloed van ontluistering zet me vast, drijvend naar de woordeloze uitgang. Op zoek naar regel in de zoveelste verdwaalde maan. Als dan,
een titel. Zout geblakerd, al die tijd zo ver weg. Uit de vangst van verzuurd koraal wordt losgerekt. Beweeg ik, massa, licht door onderstroom verplaatst. In reflectie, in ketens van gedachten. Poëzie in vrije poltrek. Dichter des Waterlands, verworvenheid uit de hoge hoed. Slaags met het alledaagse, in woord en tegenspoed. Aan de oppervlakte, daar ginds, een taalverrijkt bestaan. Dichten, weemoed, Waterland. Bovendrijven begint altijd onderaan. Ja. Dichter des Waterlands, vertel, wie ben je? Ik ben Evert Smit. Ik ben sinds kort 39. En ik woon niet zo ver hier vandaan, van de bibliotheek van Volendam, waar we nu zijn. En ik ben eigenaar van een restaurant en van een visrokerij. Dichter des Waterlands, mogen we je nu ook noemen. Ja. Hoe voelt dat? Als een hele mond vol. Ja? Ja. Nog een beetje inlanden moet het. Maar een paar weken geleden kwam dit opeens in mijn blikveld. Ik schrijf iedere dag wel. Mm-hmm. Korte stukjes, halve zinnen, flarden, letters, los. En stuur het ook af en toe op naar kranten of als er een wedstrijd is. Nooit met een illusie om te winnen eigenlijk, maar meer zodat ik dan mezelf dwing om eraan te gaan schaven. Zodat ik echt iets moois aflever, voor mijn gevoel. En waar haal je dan je inspiratie vandaan? Nou ja, voor dat soort van, want je zegt inderdaad, het maakt aantekeningetjes, krabbeltjes. Ja, als ik gewoon een observatie heb, en dat kan overal vandaan komen. Ja. Dat kan ook nu van deze stempel vandaan komen. En als die stempel bij mij een woord oproept of een gedachte, waarvan ik denk, hé, dat is leuk, dan schrijf ik dat op. Ja. En wat betekent poëzie dan voor jou? Ja, poëzie, dat, dat duur woord resoneert, maar dat voel ik gewoon heel diep van binnen, altijd, als ik dat lees. Het is net alsof, alsof dat een soort hogere werkelijkheid is van de taal. Mm-hmm. En het is ongrijpbaar, daarom heel groot, vaak. Mm-hmm. En dus door één of twee woorden kun je erg diep worden geraakt. En dat vind ik zo krachtig dat ik daar mezelf graag aan wijd. Om ook dan zoiets te vangen in een paar woorden waarvan ik dan zelf voel, ja, dit is nu het woord wat op dit moment bij deze stempel hoort. Ja. Als je nu een gedicht zou mogen schrijven over een specifieke plaats in Edam of Volendam, welke plaats zou dat dan zijn? Nou, jullie zullen het niet geloven, maar deze gedachte komt nu op. Als ik uit het raam kijk van mijn huis, en dat is op de Meergracht, zeg maar een van de weinige grachten van Volendam in het centrum dan. Dan kijk ik schuin tegenover me en dan zie ik daar de Zwaardstraat. En de Zwaardstraat, als ik me niet vergis, nummer 28. Dat heeft ooit iemand betiteld, iemand die ik goed ken, als de Graceland van Volendam. En dat is omdat daar onze grootste stemband geboren is van het dorp. En dat is Piet Veerman. Oh, wat grappig. En het zou me enorm leuk lijken om een gedicht te wijden aan het Graceland gehalte van de Zwaardstraat 28. Ja, wat leuk. Wat ga je doen met de titel Dichter des Waterlands? Ja, je kunt het zo breed trekken als je wilt. Het meest logische zou zijn poëzieavonden, taal of poëzie verbinden met muziek. Dus misschien wel muzikanten de muziek in het teken laten stellen van de tekst zelf. Dus dat dan gewoon wordt voorgedragen. Zodat je de kruisbestuiving krijgt tussen taal en muziek. Want Volendam is muziek. Ja. Dus ik denk dat je ze met muziek bij de lurven vergrijpt. En dan zorgen dat ze dus die taal gaan zien. En de kracht daarvan. Maar alles wat er nog meer aan vast kan komen plakken, dat gaat natuurlijk zijn eigen gang. Dat komt vanzelf in beeld.